Volgens demissionair minister Hugo de Jonge kunnen voor juli alle volwassen Nederlanders die dat willen één prik hebben gehad en kan 2/3 volledig gevaccineerd zijn. Om dat te halen moet het aantal vaccinaties per week in april oplopen tot meer dan 1 miljoen. Nu ligt dit net onder de 300.000 prikken per week. Ja, dat lijkt dus dat er nog wel een lange weg te gaan is. En het kan zijn dat je nu vol met vragen zit over coronavaccinaties. En daarom beantwoorden wij dit uur al jouw vragen die je misschien hebt over die coronavaccinaties. Ja, we krijgen erbij de hulp van twee experts. Majid Halsainia, hij is arts infectiebestrijding. En Marcia Donker, coördinator vaccinatie, beide van de GGD Flevoland. Goedemiddag en welkom alle twee. Laten we maar snel beginnen. Want er zijn heel wat vragen binnengekomen, Odeke. Ja. Allereerst de vraag eigenlijk die het vaakst binnen is gekomen. Wanneer ben ik aan de beurt? Bijvoorbeeld Adrienne de Jong uit Lelystad vraagt: wanneer word ik gevaccineerd? Ik ben geboren in 1951, dat maakt er 70. Net als Henny uit Almere die vraagt: wanneer word ik gevaccineerd? Ik word 6 april 72. En Arthur Altena, die zegt, ja, ik uit Almere, die zegt, ik ben diabetes, ik ben 74. Mijn vrouw is wat jonger, werkt in het basisonderwijs. We zijn eigenlijk met z'n tweeën best wel nerveus dat ik ziek word. Ik ben nu natuurlijk niet beschermd. Wanneer word ik gevaccineerd? Laten we dat vragen aan Marcia, want jij bent de coördinator bij de GGD als het gaat om die vaccinaties. Ja, wanneer word je als 70 geprikt? Nou, dat is nu de doelgroep van 75 tot 79 die uitgenodigd worden. En de volgende doelgroep zal zijn dan tussen de 70 en de 74. En om daar naar te kunnen kijken wanneer je zelf geprikt wordt, kan je altijd kijken naar de Rijksoverheid, de site die daarvoor is. Van wie wordt wanneer geprikt. Daar is een heel mooi schema van. En daar wordt ook de verwachting en de jaartallen genoemd. En dan kan je dus een beetje zelf ook kijken wanneer je aan de beurt bent. Ja, kan je al even zeggen, ook voor de mensen die we net aan het woord hadden, hoe lang dat ongeveer nog duurt, denk je, voordat die 70 tot 75, die groep aan de beurt komt? Nou, de 75 tot 79 is dus nu uitgenodigd. En de 70 tot 74 wordt dan de aankomende weken uitgenodigd. En dan krijgen ze gewoon bericht? Ja, dan krijgen ze een brief opgestuurd op hun thuisadres. En daar staat ook een telefoonnummer in waar ze een afspraak in kunnen maken. En dan wordt er telefoonnummer kan je dan bellen om een afspraak te maken. En dan krijg je meteen twee afspraken voor de eerste en de tweede prik. Ja, wat mensen die daar dan weer onder zitten, want het gaat per 5 jaar, hè, die oproep. Kun je een beetje dan als ik dan denk, als je tussen de 60 en 65 bent, of 65, 70, zou ik denken, nou, over 5 weken ben ik ongeveer wel aan de beurt. Kun je dat een beetje zo uitrekenen? Want als je in die schema's kijkt, blijft dat best wel vaag, hè, wanneer dat is. Ja, je kan ook op die site, als je je land invult en je jaartal invult, kan je ook een beetje een richting zien. Dus je kan het ook zelf invullen voor je eigen situatie. Ja, en dan weten we dat het prikken met AstraZeneca tijdelijk stil ligt en dat ook de leveringen daarvan wat langer op zich laten wachten. Gaat dat nou nog veel invloed hebben op dat schema? Ja, dat verwachten we wel, dat dat wat invloed heeft. En dat hangt elke keer af van wat er landelijk ook weer bepaald wordt. Daar zijn wij natuurlijk als GGD Flevoland ook de uitvoerder in. En niet degene die het beleid daarop maken. Dus we zijn afhankelijk van wanneer AstraZeneca weer gaat starten. Ja, staat er eigenlijk dat kan nog zeker invloed hebben. Ja, staat er in je brief met welk vaccin je wordt ingeënt? Nee. En dat wordt ook door de overheid bepaald. Welke doelgroep door welk vaccin. Welk vaccin je dan krijgt. Ja. En zoals AstraZeneca was het dus onder de 65 dat we de mensen uitgenodigd werden. En boven de 65 krijgen ze dan Pfizer. En dat kan dus anders landelijk bepaald worden. Ja. Dan een meer praktische vraag van Louis en Paula Bogaert uit Almere. Ja, wij zijn 67 en 64, schrijft Louis. We staan te popelen om weer met de caravan erop uit te trekken. Als wij beide gevaccineerd zijn, kunnen we weer lekker op vakantie gaan. Kunnen we eigenlijk tegelijkertijd een prik krijgen? Nou, de vraag snap ik heel goed, want we willen allemaal graag weer op vakantie natuurlijk. Vooralsnog is het zo dat die leeftijd bepalend is wanneer je de prik krijgt en dus ook de uitnodiging krijgt. Is het gewoon wachten tot je aan de beurs bent en de uitnodiging krijgt, de deurmat. Krijgen jullie eigenlijk bij de GGD heel veel van dit soort vragen ook zelf binnen? Ja, we krijgen heel veel vragen binnen. En we proberen zo goed als mogelijk daar antwoord op te geven. Er zijn natuurlijk ook heel veel vragen die ook voor ons onduidelijk blijven. Omdat je niet weet wat het beleid is. Dus dat maakt het soms ook een beetje
toch zoeken naar goede antwoorden met elkaar. Want uit het landelijke nieuws begrijpen we wel dat mensen niet alleen met vragen naar de GGD bellen van wanneer ben ik aan de beurt, maar ook van kan ik vast die prik krijgen? Gebeurt dat ook veel en geven jullie daar wel eens aan toe? Dat mensen eerder mogen dan dat ze de uitnodiging krijgen, ja, bedoel je? Ja. Nou ja, dat kunnen we helaas niet doen, omdat we gewoon op afspraak moeten werken. En op basis daarvan krijgen we ook de hoeveelheid vaccin aangeleverd. Er wordt natuurlijk op het bewonersaantal gekeken hoeveel prikken Flevoland mag zetten. En we zijn een kleine provincie, we zijn ook een jonge provincie. En dat betekent dat we voor de doelgroep, voor de 80-plussers, maar gewoon een klein aantal prikken momenten open mogen zetten om de doelgroep van Flevoland te kunnen prikken. Goed, laten we het nog even samenvatten. Ben je 70er, dan kun je binnenkort een oproep verwachten. Want nu wordt tussen 70 en 75 geprikt. Dan gaat dat elke keer per 5 jaar, word je uitgenodigd. Dus dan kun je het een beetje zo onderzoeken. Wanneer je aan de beurt bent, hangt er wel vanaf hoeveel prikken er natuurlijk geleverd worden. En als je nou in één huishouden woont en de een is niet in dezelfde leeftijdscategorie als de ander, moet je toch op elkaar wachten voordat je op vakantie kan samen. Dat is het zo. Een beetje. Zometeen praten we verder. Dan beantwoorden onder meer de vraag: kan ik mij gewoon laten vaccineren als ik bijvoorbeeld een ernstige notenallergie heb? Werken de 4 vaccins die Nederland nu gebruikt, Pfizer, BioNTech, Moderna, AstraZeneca en het Janssen-vaccin, allemaal hetzelfde? En dat vragen we aan Majid Hosseinia, arts infectiebestrijding van de GGD. Ja, werkt dat allemaal een beetje hetzelfde? Nou, in principe werkt het verschillende vaccins op verschillende wijzen. Maar uiteindelijk komt het op neer dat er alle vaccins een eiwit gaat aanmaken. En die eiwit noemen wij antigeen. En die wordt uiteindelijk in ons lijf gemaakt, onze lever gemaakt. En daarvoor wordt het ook een antistoffen. Dat is een ander eiwit. En dat is een antistoffen wordt aangemaakt. En die antistoffen houden in dat wij ook beschermd zijn tegen de ziekte dan. Tegen COVID-19. Ja, dus de basis eigenlijk van die vaccins is hetzelfde. Maar goed, we krijgen natuurlijk wel allerlei berichten over percentages, hè, van mensen die dan zoveel procent wordt dan beschermd tegen het virus. Waar zit dan toch dat verschil in? Nou, het verschil zit inderdaad wel, dat is een onderzoek gedaan. Het is nog niet helemaal, zeg het maar. Je kan ook zeggen dat er ook sommige vaccins zoals Pfizer, er wordt uitspraak gemaakt over 90% vaccinatie. Ja. Die heeft een vermogen om betere antistoffen aan te maken dan AstraZeneca. Maar dat wil niet zeggen dat de één vaccin beter is dan de andere vaccin. En, want beide vaccins die geeft het een bescherming tegen ernstige beloop van een ziekte. Ja. Want we willen graag uiteraard niet ziek worden ten gevolge van deze ziekte. Nee, want je hebt dan ook wel eens een beetje de indruk dat dan 90% van de mensen beschermd is tegen corona en 10% niet als er zo'n cijfer van 90 wordt gegeven. Maar zo moeten we het ook niet helemaal opvatten, hè? Nee, dat klopt. Het is niet die 90% of 60%. Is het niet letterlijk, moeten wij niet overnemen. Het is wel een indicatie. Maar wat ik net zei, dan gaat het over de AstraZeneca voornamelijk. Dat is ook een getal genoemd dat er 60% is. Maar dat wil niet zeggen dat er minder goed werkt bij andere vaccinatie. En dan gaat het uiteindelijk, nogmaals, dat wij niet ziek worden van COVID-19. En beide vaccins beschermen het tegen de ziekte. Nou hebben we daar ook een vraag over gekregen, over de vaccins. Van Maria Diederich uit Lelystad. En die vraagt, hoe lang ben ik eigenlijk beschermd na zo'n vaccinatie? En moet ik ieder jaar een coronaprik halen, zoals met de griepprik? Nou, het vaccin wat ik net vertelde eigenlijk, die beschermt ongeveer 1 of 2 weken. Na de tweede vaccin zoveel procent dan. Maar op dit moment kunnen wij helemaal geen uitspraak doen over hoe lang het vaccin een bescherming zal geven. Dat wordt onderzocht allemaal. En de vraag of het inderdaad jaarlijks terug gaat komen als het griepinjecties, daar kan ik ook geen antwoord op geven. Maar het is nog niet duidelijk. En dat zou een mogelijkheid zijn.
Maar het is te vroeg om daarover een uitspraak te doen. Ja, Majid, er zijn mensen die door dit soort onzekerheden wel twijfelen over het nemen van zo'n vaccin. Dat ze zeggen, ja, ik lijk wel dan een proefkonijn, want we weten het allemaal niet zeker. Wat zou je tegen die mensen zeggen? Nou, kijk, gaat het over de beschermingsduur? Hè? Of het een jaar is, of een half jaar is, of het langer is? Nou, ik zou het in ieder geval vaccin nemen. Of het beschermingsduur is, het geen harde uitspraak. Dat kan ik me voorstellen dat er mensen onzeker zijn daarover. Maar wat het wel duidelijk is, dat er wel bescherming geeft. En dat is wel duidelijk. En dat moeten wij ook daarmee op dit moment doen. Maar hoe lang het bescherming blijft, dan moeten wij even afwachten. Nou, we hebben net al gezegd, dus op dit moment wordt er in Nederland geprikt met Pfizer, BioNTech, Moderna, AstraZeneca en het Janssen-vaccin komt eraan. Kan ik daar een keuze in maken? We hadden het net ook al een beetje aangestipt, maar kan ik daarin kiezen? Want misschien heb ik liever in één keer, wat is dat? Janssen-vaccin is één keer prikken. Pfizer en Moderna, daar moet je twee prikken van hebben. Dus ik heb liever één keer een prik. Dat begrijp ik wel. Dat is ook inderdaad wel een heel logisch. Maar in Nederland is op dit moment geen keuzevrijheid van een vaccin. Dus je kan niet zelf kiezen voor een bepaalde vaccin. En er wordt landelijk eigenlijk bepaald welke vaccin voor een bepaalde doelgroep geschikt is. En aan de hand daarvan wordt het vaccin bepaald. En wat ik net verteld heb over Pfizer-vaccin bijvoorbeeld of Moderna, die zijn de meeste geschikte voor kwetsbare groepen. En daarvoor wordt het bijvoorbeeld helemaal gereserveerd voor deze groepen dan. Ja, en dan nog even kort over bijwerkingen die je kunt verwachten na zo'n vaccin. We weten allemaal dat je even een kwartiertje moet wachten om te kijken of je niet echt een hele erg allergische reactie krijgt. Wat zijn de meest voorkomende bijwerkingen die je kunt hebben, bijvoorbeeld met AstraZeneca, waar echt een hele grote groep mee wordt geprikt? Omdat het vaccin zo nieuw is, dat wordt de voorzorgmaatregelen genomen om zeker een kwartier te wachten. Maar dat wil niet zeggen dat er heel veel bijwerkingen zich voordoet. De meeste, dat is algemeen, dat geldt niet alleen voor AstraZeneca, maar ook Pfizer, dat geldt ook voor alle vaccinaties, zijn de gevoeligheid van de injectieplaats. En dat is de meeste voorkomende klachten. En een pijnlijke bovenarm, laat ik zo zeggen. Maar daarnaast komt daarbij, heel specifiek, vermoeidheid, klachten en spierpijn, hoofdpijn. Soms komt ook koorts, maar die zijn echt zeldzaam. Goed, we hebben dit blokje afgerond. We gaan zo direct na het regionieuws verder praten. Dan gaan we het hebben over, als je nou een kwetsbare gezondheid hebt, waar moet je dan op letten als je bijvoorbeeld een verminderde nierfunctie hebt of misschien een donorhart? Nou, daar komen straks alle antwoorden op die vragen. Dit uur worden al jouw vragen over de coronavaccinatie beantwoord. En daarbij worden we geholpen door Majid Hosseinia, arts infectiebestrijding, en Marcia Donker, coördinator vaccinatie bij de Van GGD Flevoland. Ja, er kwamen flink wat bezorgde vragen binnen over hoe veilig de vaccins zijn als je te maken hebt met medische problemen. Allereerst meneer of mevrouw Hiemstra, die heeft een donorhart. Die wil graag weten of dat een onderliggende kwaal is waardoor je eerder in aanmerking kan komen voor een vaccinatie. Maar Majid, kan jij daar iets over zeggen? Als hartdonor, sorry? Nee, iemand met een donorhart. Oh, donorhart. Daar kan ik iets over zeggen. Het advies is aan alle transplantatiepatiënten, niet alleen een donorhart, om zich te laten vaccineren. Juist in deze groepen zijn extra vatbaar. Het is niet alleen mensen met een donorhart, maar al die mensen die echt kwetsbaar zijn of onderliggende klachten hebben. En die zijn mensen heel uitgebreid. Hè? Dat ze een chronische luchtweeg of longproblemen hebben, of hartpatiënten zijn, of het suikerpatiënten zijn, of nierziekte hebben. Die worden juist gevraagd om de vaccinatie te nemen, want die vaccinatie is de beste eigenlijk van hun te voorkomen dat ze ziek worden. Ja, dus nou, dat wordt in ieder geval zeer aangeraden. Maar meneer of mevrouw Hiemstra, die wil graag weten of het ook een onderliggende kwaal is waardoor je, ik weet de leeftijd van meneer of mevrouw Hiemstra niet, maar waardoor die eerder in aanmerking kan komen voor vaccinatie. Dus dat die voorrang krijgt.
Ja. Nou, de voorrang is het niet aan de GGD Flevoland. En de voorrang wordt bepaald landelijk. En als het groepen op medische indicatie gevaccineerd zouden moeten worden, dan wordt het ook daadwerkelijk gevaccineerd. Maar dat bepalen wij niet als individuele personen of individuele situaties. Ja, maar ik begrijp dus nu dat er eigenlijk voor iemand die een donortransplantatie heeft gehad, die valt nu niet onder een groep die sneller geprikt wordt. Daar is nog geen keuze voor gemaakt vanuit de landelijke overheid. Vanuit landelijk wordt het niet gemaakt, maar vanuit huisartsgeneeskunde wordt het wel gemaakt. En wordt het medische risicogroepen, door huisartsen wordt het gevaccineerd. Dus meneer of mevrouw Hiemstra kan het beste even contact opnemen met de eigen huisarts? En de medische, ja precies, op basis van dat geldt ook niet dat er gelijk gevaccineerd wordt. Daar ligt het uiteraard ook in bepaalde prioriteiten bij huisartsen. De vervolgvraag is ook van meneer of mevrouw Hiemstra. Kan ik dan, als ik een donororgaan heb, ieder vaccin krijgen? Ja, dat geldt voor alle vaccinatie inderdaad. Het is geen beperking. Dus alle beschikbare vaccins die goedgekeurd zijn in Nederland zijn geschikt voor deze patiënt. Oké, dan een vraag van Jeannette van de Geest uit Ens. Zij zegt, in verband met een behandeling in het verleden voor botkanker had ik bloedplaatjes nodig. Hier heb ik een allergische reactie op gehad. Nu blijkt dat het vaccin ook wat met je bloedplaatjes doet. En nu ben ik huiverig voor weer zo'n reactie. Mijn twijfel om het vaccin te nemen neemt alleen maar toe. Kan iemand mij duidelijkheid geven? Nou, het is inderdaad wel bekend dat er mensen een ernstige of tenminste een allergische reactie krijgen na een transfusie of het bloedtransfusie of het andere soort transfusie. Maar voor het vaccin moet ik zeggen dat er wel tegen bestanddelen van het vaccin kun je wel allergische reactie krijgen. Maar het bloed of de stamcellen of andere producten van bloed is het hele andere samenstelling dan het vaccin. Is heel, heel uitgebreid. Ik noem een voorbeeld. Als je een bloed krijgt van iemand die net die avond daarvoor een pinda gegeten heeft, en vervolgens gaat de bloedtransfusie als donor geven, en vervolgens wordt het die bloed gegeven aan een patiënt die een pinda-allergie heeft, die kan ook allergische reactie krijgen. Dus die soort aspecten spelen inderdaad bij bloedtransfusie. Maar bij het vaccin is het uitgesloten. En het is ook bekend dat er al die patiënten met astma of eczeem of allergische aandoeningen, die mogen gewoon vaccins krijgen. Ja, eigenlijk is daarmee ook, want we hebben nog een vraag gekregen over allergie. Ik heb een notenallergie, kan ik de vaccinatie wel nemen? Maar eigenlijk is die vraag nu ook wel beantwoord. Hè? Dat maakt dus ook niet uit. Dat klopt. Met andere woorden, in het vaccin zit er geen noot. Nee. Gelukkig. Nee, en ook geen andere allergenen waar je dus bijvoorbeeld, sommige mensen krijgen van het griepvaccin wel een uitslag en zo, omdat daar kippeneiwit in zit. Maar dat zit niet in deze vaccins. Nee, wat ik net vertelde over de bestanddelen van het vaccin, kun je inderdaad wel een allergische reactie krijgen. En dat is ook de reden dat wij ook willen toezicht houden voor een kwartier. Maar het voorbeeld van kippeneiwitallergie is een goed voorbeeld. En dat zit er niet in het vaccin. Dus de kippeneiwit zit er niet in het vaccin. En daar kun je ook geen allergische reactie krijgen. Nee, dan een andere vraag van een luisteraar. Wat is het risico van vaccineren voor een nierpatiënt met nierfunctie van minder dan 20% en een niet aangeboren hersenletsel? Nou, de beide groepen eigenlijk vallen ook onder de onderliggende aandoening. Dat er wel geadviseerd wordt. Dat is niet alleen vanuit GGD geadviseerd wordt. Bij nierpatiënten worden de Nederlandse Vereniging van Nierspecialisten nadrukkelijk wordt gevraagd. En die artsen ook, de nierartsen en de nefrologen. Die wordt echt daadwerkelijk aan deze patiënten gevraagd aan de huidige vaccin. Die door in Nederland goedgekeurd zijn te vaccineren. Goed, Marcia, kunnen jullie alle kwetsbare groepen eigenlijk prikken als GGD?
Niet alle kwetsbare groepen. Majid zei het net ook al. Er zijn natuurlijk groepen die via de huisarts uitgenodigd worden, omdat ze veel risico lopen of gezondheidsklachten al hebben. En daar bepaalt de huisarts wie hun vaccineren. Maar een groot deel kunnen wij wel vaccineren vanuit de GGD. En die worden allemaal uitgenodigd via het RIVM en via de landelijke opdrachten, zeg maar, vanuit het ministerie. Ja, want kan het ook voorkomen dat ik meld me bij de GGD, bij die vaccinatielocatie. En dan hebben mensen natuurlijk de neiging om van alles over zichzelf te gaan vertellen. Ik heb eigenlijk daar last van. Nou, dat je er op dat moment nog achter komt van, dat is maar beter als we die hier op deze locatie niet prikken. Als het goed is, melden zich mensen zich alleen die een afspraak hebben gemaakt op de vaccinatielocatie, voor alle duidelijkheid. Hebben we eigenlijk ook al een hele groep uitgezonderd, zeg maar. Want die worden natuurlijk landelijk, als we een afspraak vragen voor een belafspraak, dan worden ook al dingen uitgevraagd. Dus dan worden ook al gezondheidsvragen gesteld. En die worden er eigenlijk dan al uitgefilterd. Als dat zo mocht zijn dat dat echt niet kan in de vaccinatielocatie, dan worden die al geadviseerd om naar de huisarts te bellen. Dus dat wordt door het landelijk callcenter ook al uitgevraagd en ondervangen. En ook daar zit een medische groep die eventueel medische vragen kan uitvragen. Heel goed. Nou, zometeen gaan we nog meer antwoord geven op vragen die jullie hebben ingestuurd. Als je bijvoorbeeld zwanger probeert te worden, kun je dan nog wel een vaccin nemen? Of als je zwanger bent, waarom word ik niet tegelijk met mijn buurman ingeënt? Allemaal van dat soort vragen krijg je straks antwoord op. Je hebt al veel antwoorden op vragen over het coronavaccin voorbij horen komen, maar er zijn er nog wel een paar. We gaan snel door met onze expert. Experts, Majid is arts infectiebestrijding bij de GGD en Marcia is coördinator van de vaccinatie bij de GGD. Ja, we hebben nog een vraag van Nathalie Vermeer uit Lelystad. Zij zegt, in Brabant prikt de GGD extra mensen met restjes uit de flesjes van de vaccins. Waarom doen we dat in Flevoland niet? En ze vraagt dat speciaal omdat haar man bloedkanker heeft en het vaccin echt nodig heeft. Wie van jullie twee kan daar het beste iets over zeggen? Marcia? Ja, dat denk ik wel. Ja. Over de restjes, dat is gewoon niet het landelijke beleid. Dus ik weet niet precies hoe Brabant dat andere GGD'en dat doen. Maar in Flevoland hebben wij dat beleid om dat niet zo te doen. Omdat we natuurlijk ook gewoon mensen moeten registreren die een vaccinatie hebben gehad. Dus het mooiste is om dat gewoon goed te regelen met BSN-controle en dat soort dingen netjes te doen. En dat mensen ook nog later in kunnen zien. Ook later hopen we digitaal dat te kunnen laten zien dat mensen vaccinaties gehad hebben. Ja, zo snap je, Marcia, dat mensen toch wel heel gefrustreerd zijn als ze in zo'n situatie zitten. Dan overal lezen, als ik ergens anders had gewoond, dan had het daar misschien wel gelukt. Maar hier in Flevoland lukt het dan niet. Ja, snap ik, want iedereen wil heel graag gevaccineerd worden. En hoe sneller, hoe beter. En dat willen wij natuurlijk ook heel graag, want daarvoor doen we dit allemaal met elkaar. We moeten wel gewoon het goed registreren en het goed kunnen laten zien, ook wat we gedaan hebben voor de mensen zelf uiteindelijk. Maar ook voor de systemen die daarachter zitten. Ja. En omdat je op een gegeven moment, je kan niet zeggen van, ik zet mijn deur open en iedereen mag komen. Er moet toch enige registratie zijn en het goed verlopen en het vaccin moet ook goed houdbaar zijn en dat soort dingen. Dus we hebben met heel veel dingen te maken hoe die route helemaal loopt. Als er niet snel een vaccin voor iedereen is, wat moet ik dan doen als ik wil reizen? Dat is ook een vraag die wij binnenkregen. Ja, dat is een goede vraag. We willen met z'n allen reizen. Ik denk, dat snakken wij eigenlijk om te reizen. Het vaccin is weliswaar niet te snel voor iedereen beschikbaar op dit moment. En dat is ook een frustratie. En iedereen wil graag, wat ik net zei, het is ook begrijpelijk dat iedereen wil graag reizen. Maar we moeten er toch even geduld hebben.
En dat is zo dat er ook vaccin voor iedereen beschikbaar komt. En wat zeg je dan met mensen die vakantieplannen hebben, die bijvoorbeeld in mei of zo met de camper naar het zuiden willen? En... Nou, kijk, het voorlopige advies is, dat klinkt echt hard. En er wordt gezegd nog steeds, wordt geadviseerd door VWS, dat het blijft ook door de overheid, dat het blijft in Nederland. Ga niet op reis. Voor reizen buiten Nederland geldt echt daadwerkelijk alleen ernstige familieomstandigheden. Nou, die soort aspecten worden het echt daadwerkelijk worden geadviseerd. En zolang dat je niet gevaccineerd bent, wordt afgeraden op dit moment echt te reizen. Ja, en daar heb ik nog wel een vraag over. Want straks is de verwachting dat wij in september eigenlijk wel allemaal zo'n beetje gevaccineerd zijn dan hier in Nederland. Dat we in ieder geval de tweede prik ook hebben gehad. Als ik dan denk, dan wil ik misschien wel naar een land waar die vaccinatiegraad nog niet zo heel hoog is. Is dat dan veilig voor mij om daar naartoe te gaan? Ook al ben ik helemaal ingeënt, maar ik ga ergens heen waar misschien maar 30% van de bevolking is ingeënt. Nou, dat vind ik een hele moeilijke vraag. In die zin dat ik nu geen antwoord op heb. Want het is wel, in het algemeen is het wel zo, gaan we collectief, de hele wereld eigenlijk, vaccineren, hopen wij. En alle landen zijn daarmee bezig. En Europese landen zijn echt op één lijn, min of meer. En dat hopen wij tenminste, dat het grootste gedeelte gevaccineerd wordt. Maar wanneer daadwerkelijk echt vrijgegeven wordt dat je ook gevaccineerd mag reizen, dan mag je reizen. Vrouwen die zwanger aan het worden, die misschien net zwanger zijn of die proberen zwanger te worden op dit moment, is het voor hen ook gewoon een goed idee om de vaccinatie te nemen, Majid? Nou, het is een hele individuele afweging. Ik moet zeggen dat het formeel is het vaccin niet onderzocht op zwangeren. En dat is ook dat gebeurt ook heel vaak. Dat het vaccin niet op zwangeren tijdens zwangerschap onderzocht wordt. En dat is de reden dat er men terughoudend is. Dat wordt ook geadviseerd. Het is een afweging, echt uitstellen na de zwangerschap. Maar inmiddels zijn er heel veel zwangeren ook met verschillende soorten vaccins ook toegediend. En wat wij zien, dat er ook geen afwijkingen zijn. Dat is een hele individuele afweging. Maar sommige zwangeren, die hebben ook chronische aandoeningen. Dan moet je ook die afweging maken dat er het vaccin gegeven moet worden in overleg met bijvoorbeeld de arboartsen of het huisarts of het behandelaar om dat te nemen. Dat is een afweging die per status moet bekeken worden. Dan zijn we bijna door de tijd heen. Marcia, hebben wij een vraag niet gesteld, maar die wel dringend beantwoord moet worden? Nou, volgens mij zijn er heel veel vragen gesteld waar we geprobeerd hebben een antwoord op te geven. En als er nog heel veel vragen leven, zou ik willen zeggen, kijk op onze site van GGD Flevoland. Er staan natuurlijk heel veel vragen en antwoorden terug te vinden als het over corona gaat. En zo zijn er natuurlijk landelijk ook heel veel sites vanuit de Rijksoverheid waar mensen gerust kunnen gaan kijken voor het antwoord op hun vraag. Ja, Marjit, heb jij nog een vraag gemist waarvan je zegt, daar wil ik toch graag eventjes opheldering over geven? Nou, één opmerking trouwens. Bij introductie wordt het mijn functie gezegd arts. Infectiebestrijding, maar infectieziektebestrijding is dat. En correctie. Oh, sorry. Waar ik toevoegen. En nee, het is zo prima. Ja. Ik wil jullie heel erg bedanken. Wil je dus weten wanneer je aan de beurt bent, dan kun je op een site kijken. Gaat Marcia nog één keer noemen welke site je dat kan zien? Ja, wie wordt wanneer gevaccineerd? Ja. Van de Rijksoverheid. Heel goed. Daar kun je dat allemaal een beetje in de gaten houden. Ben je nou later in dit uur ingevallen en denk je, ik heb het allemaal een beetje gemist? Dan kun je terugkijken straks op onze website omroepflevoland.nl/gemist. Daarop kun je het terugvinden. En ook op ons YouTube-kanaal wordt straks die hele video geplaatst. En dan kun je misschien wel het antwoord vinden op jouw vraag. Hartelijk dank dat jullie tijd voor ons hebben willen nemen. Majid Hosseinia en Marcia Donker, beide van de GGD. Ja.